In het paleis op de Dam op 4 september 1948 doet koningin Wilhelmina afstand van de troon. Om 12 uur precies maakt prinses Wilhelmina dit aan het Nederlandse volk bekend. Ik stel er prijs op u zelf mede te delen dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat gij mij 50 jaar lang hebt gegeven. Ik dank u voor de toegenegenheid waarmede gij mij steeds hebt omringd. Met vertrouwen zie ik uw toekomst tegemoet, onder de zorgende leiding van mijn innergeliefd kind. God zij met u en de koningin. En ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen, leven overgroeien! Hoera! Hoera! Lieve moeder, dat ge me op deze wijze hebt ingeleid. Ik voel het als een groot leed dat we uw wijsheid en uw ervaring en bovendien uzelf voortaan zullen moeten missen als onze koningin. Hoe moeilijk het ook zal zijn hieraan te wennen. Ik weet dat allen u van harte hun beste wensen meegeven voor deze levensperiode waarin ge als prinses Wilhelmina onder ons zult verkeren. Maar we kunnen één ding voor u doen. De ideeën waarvoor gij pal hebt gestaan, blijven nastreven en ze verwerkelijken. Ik doe het bijzonder een beroep op de jeugd om te trachten zulk een toekomst voor ons allen te vormen, dat daarin de hoogste waarden in ere worden gehouden, waarvoor zo velen van de besten onzer hun leven hebben gegeven. Voorts doe ik voor mezelf een beroep op u alle vertrouwen, datzelfde vertrouwen waarmee ge mij in de 5 maanden waarin ik als regentes voor mijn moeder waarnam, tegemoet gekomen zijn. Tezamen gaan wij moedig voorwaarts. Leve het vaderland! Thank you.
feestelijke dagen treden de minister-president, de voorzitter der Eerste Kamer en de leiders van de delegaties uit Indonesië, Suriname en de Antillen op het balkon, terwijl de menigte niet moe wordt zijn geestdriftige hulde te betuigen aan koningin Juliana en haar gezin. You just watched Dutch Queen Wilhelmina's abdication in 1948 in full color, whereby a new method of colorization has been used. Here you see a comparison between the original black and white footage and the current colorizer that we have been using for the past 3 years. And here is the comparison with our new method, which uses a different algorithm and principle. The remarkable fact is that this entire 5-minute video was colorized using only 5 manually colorized reference frames. The clever AI subsequently follows the movement and shape changes of all the objects in a scene. New reference frames are only required when drastic scene changes occur. In this example, 2 new reference frames were needed to tell the AI to make the dresses of the 3 princesses red. To end this video, we will now show a comparison between our regular colorizer and the new method. Due to the fact that hand colorized reference frames are needed, the amount of work is 5-fold with the new method, but we think it is most certainly worthwhile and you will see more of it on my YouTube channels in the near future. A very important advantage of the new method is that objects like flags, uniforms, trams, buses, trains, clothes, etc. can now be given the historically correct colors. Also, color fluctuations will be a thing of the past. We are very pleased to show you this, especially considering the fact that colorizers like me have been waiting for a better colorizer for nearly 4 years now. Hopefully you will continue to enjoy and appreciate our work. Don't forget to subscribe to both my Rick 8x8 and Rick's Film Restoration YouTube channels.